Even in Amsterdam Buitenveldert dit keer. Wat was daar jouw belangrijkste boodschap? Mijn belangrijkste boodschap was, ik begon met Ed van Tijn. Er is vanavond om 7 uur was er een documentaire van Ed van Tijn. En, de oud-burgemeester van Amsterdam. Die vooral geen Joodse burgemeester wilde zijn. Want hij wilde burgemeester zijn van iedereen. En ben ik teruggegaan dat hij als 10-jarige jongetje in Westerbork is bevrijd. Los van zijn ouders. Hij heeft 18 onderduikadressen gehad. Moet je nagaan, steeds weer naar andere mensen toe. Nare mensen en lieve mensen. Dan is hij 10 jaar lang en dan moet hij met een knuppel moet hij NSB'ers bewaken die dan geïnterneerd worden in Westerbork. Dan is hij terug bij zijn ouders. Dan gaat hij naar Parijs als Joodse student en wordt in elkaar geslagen omdat hij Jood is. Hm. Dus hij wordt meteen weer geconfronteerd met zijn Jood zijn. Dan krijgt hij als burgemeester, wil hij inderdaad laten zien dat hij niet Joods is. En dan wordt hij dat natuurlijk wel. Dan zitten wij samen naar Ajax te kijken. Ik heb het laatste jaar regelmatig met hem naar Ajax gekeken. Hij was een groot Ajax-fan. Heeft de kinderen volgens mij in de raad van commissaris of zo bij Ajax gezeten. En dan zitten we naar Ajax te kijken en dan horen we alleen maar wie niet springt, die is geen Jood. En wie niet springt, die is geen Jood. En kankerjoden, kankerjoden. En dan zag ik hem in elkaar krimpen werkelijk. En ik heb ook gezegd, jij hebt ook op de tribune gezeten. Hij zegt, ja Frits. En het werd hem steeds moeilijker om dat te aanvaarden. En daar heb ik mijn lezing een beetje over gehouden. We hadden de prachtige bekerfinale Ajax-PSV in Rotterdam. Mm-hmm. Prachtige wedstrijd, ik was er. En elke keer als Ajax ten aanval ging of een doelpunt maakt wat werd afgekeurd, want er zijn geloof ik heel veel doelpunten afgekeurd die dag van Ajax, dan zong het PSV-vak en wie niet springt, die is geen Jood. En wie niet springt, die is geen Jood. En dat raakte jou weer. En dat raakte mij ontzettend. Ik was met mijn kleinzoon en ik zeg, hoor je nou wat ze zingen? En tijdens de wedstrijd kreeg ik een app van Ulysse Elian, Tweede Kamerlid van de VVD, die appte, prachtige wedstrijd, maar kan dat wie niet springt, die is een Jood, niet stoppen? Dat zijn antisemitische spreekwoorden. Vond ik ontzettend, daar staat hij. En daar heb ik mijn lezing over gehouden, dat het maar niet ophoudt. Dat ook dus de scheidsrechter niet zegt, jongens, ik stop ermee. Wat is de les, Frits? Ja, wat vind jij de les? Maar eigenlijk is het een boodschap aan de boodschap iedereen, stop ermee. Maar zo'n wedstrijd stopt dus niet. Ja. Nee, ik bedoel, ik zei het ook, we roepen toch ook niet, wie niet springt, die is een moslim. Wie niet springt, is katholiek. Wordt ook, dat klinkt heel hard. Ik heb daarover twijfels gehad, mag ik het uitspreken? Ajax worden, ik ben regelmatig uitgescholden voor kankerjood. Op de tribunes. Zeg ik, wie niet springt, die heeft kanker. Je moet er toch niet aan denken dat dat gezongen wordt. Nee. Maar wie niet springt, is een Jood. En ik zei ook, wie niet springt, is een Jood, is Ed van Tijn. Maar het pleidooi is ook vaker gehouden. En helaas, die spreekwoorden zijn er ook al lang. Ja. Hoe stop je dit?